Nou ja, het is een soort van UFO, maar dan een ander woord ervoor. Ja, een andere woord ervoor. Hoe kan dat? Oh, het Nederlandse woord er helemaal. Wat is dit? Wat is dit? Dit is net een horror game, ouwe. Yo mensen, Jaroski hier. Welkom bij deze wat ongewone video hier op mijn kanaal. Vandaag speel ik de game Scribble It samen met Ryan en Raymond. En ik zit al te lachen, want dit gaat zo niet goed komen. In deze game moeten we ons de beurt een woord tekenen waarbij de anderen dit woord moeten raden. Bovenin je beeld zie je uit hoeveel letters het woord bestaat. Dan krijg je af en toe ook een bonusletter. Maar laat me je zeggen, wij zijn de beste tekenaars in heel Nederland. Dit was zo'n dom idee gewoon. Maar in de eerste 3 rondes is het onderwerp een voertuig. Dus het kan zijn een scooter, een fiets, een vrachtwagen, een auto. Je kan het zo gek maar bedenken. En in de 3 rondes daarna is het onderwerp een dier. Ofwel een chinchilla, een hamster, een krokodil, een kangeroe. Alles kan voorbij komen. En ik vind het zelf leuk om wat meer variatie te gaan uploaden op mijn kanaal. En ik heb heel veel games in mijn hoofd die ik heel graag aan jullie wil laten zien. Maar vind je dit dus leuk om naar te kijken? Ram dan natuurlijk kaart op like, dat zou ik super gaaf vinden. Bedankt allemaal voor al jullie leuke reacties onder elke video. En laat ze ook zeker weten stromen onder deze video. Want dan kunnen we het namelijk vaker gaan spelen. En worden misschien wel echt de beste tekenaar van Nederland. Maar heel veel plezier met kijken en geniet vooral van onze kunstwerken. Het eerste onderwerp is voertuigen, jongens. Dus ik kan letterlijk elk voertuig rijden. Nee! Kan letterlijk elk soort voertuig zijn. Dus als het 3 letters is, zeg ik bus. Ja, ik weet niet of dit echt een voertuig is. Ja, jij moet nu eerst een woord kiezen. Vrachtwagen. Oké, dat was te proberen 9 letters F-truc. Ik kan echt niet tekenen, dat is mijn beste. Je hebt maar 90 seconden, hè? Wel een beetje opschieten. Wat maak dat is een UFO, dat zijn 9 letters. Wat is dit? Oh, oh! Ja, ik heb hem! Ja, ik heb hem! Hoppa! Oh, parachutes. Oké, ja, eerlijk, die was in één keer wel... Oh, dit is toch geen voertuig? Ja, de parachute. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja, ik heb er 1. 11 letters, hou op hoor. Is dat? Een UFO? Bro, zoiets, ja. Zo van die stralen, weet je wel, zo. Is dit? En dan komt er zo'n straal onderuit en dan zuigt hij bijvoorbeeld een koe op. Oh. Dit is een koe. Ik zeg er even bij. Snap je een beetje wat? Dat lijkt op een... Nou ja, het is een soort van UFO, maar dan een ander woord ervoor. Ja, een andere woord. Hoe kan dat? Oh, het Nederlandse woord er helemaal. Ik zag hem staan. Het Nederlandse woord wat je net typte. Ja, ik weet toch niet wat ik... Ik weet toch niet wat ik... Jongens, ik kan niet tekenen, ja. Nou, dus maar je hebt hem goed getekend. Oké, dankjewel, Raymond. Ik snap hem zelfs niet. Een luchtschotel. Nee. Een ruimteschip, Ryan. Ik weet het. Een verklapje. Ja, dat maakt niet uit. Goed gedaan, Ryan. Goed gedaan. Yeah. Dat is toch een luchtschip. Nu, dit is wel een leuke. Nu wil ik Raymond zien tekenen. Oké. Als je dit niet raakt... Auto. Oh, wacht, dat is de verkeerde. Ik dacht kruis. Auto. Een cirkel, een UFO. Dit is zo easy. Een ruimteschip. Iemand van de crew heeft het een keer kapot gereden. Huh? Een velg. Oh, ik had het, ik had het niet moeten zeggen. Oh, nee, ik had het niet moeten zeggen, maar ik dacht niet dat het was. Nou, ik heb 10 trofeeën. Ik 8. Ik 9. Oeh, daar heb ik gewonnen! Maar hoezo heb jij de 10? Ja, weet ik niet. Ja. mijn tekening was het mooist. Ja. Waarom heet je ook Ryan de Beast? Wat omdat bro, ik gewoon beast ben. Je staat op dit moment laatste, maar goed, daar hebben we het verder niet over. Oh, 5 letters. Oh, is het dit? Het is iets van een vrachtwagen. Oh, nee, niet. Hij heeft weer meerdere wielen. Zijn dat wielen? Een tank. Nee. Het zijn 5 letters. Een tractor. Nee. Wat? Hè? Stoom. Wat is dit? Een fabriek? Wat is dit? Easy. Hè? Tjoek, tjoek. Nee, een trein! Oh! Ja. Dat is toch geen trein? Dat is een trein! We gaan de trein inslagen! Oké, ik ben... Wat? Iemand heeft hem al! Ja. Hoe zou je hem al rijden? Ja, hé, voertuig met 4 letters.
5. Ja, hey, deze tekeningen zijn bies, jongen. Let's go. Dit is wel een moeilijke. Oh, dit is een moeilijke. 3 letters. Car. Wat is het, welk voertuig heeft 3 letters? Bus. Nee. Ik ga dit heel mooi tekenen. Tram. Hij neemt ook gewoon zijn tijd ervoor. En dit is een vliegtuig. Oh, vlieg. Dit is een vliegtuig. 3 letters? Een pelikaan. Straalmotor. Een jet. Hoppakee. Ik denk een jet. Ik moet echt het niet hardop gaan zeggen. Want elk... Ja, maar dat ga... Ik denk toch niet dat het is? Hoeveel hebben jullie? Waarom heb ik weer 9? Ik heb 9. Oh, ik heb er ook 9. Nou, dan sta ik nog wel eerste. Oeh, dit wordt spannend, jongens. De laatste ronde. Heb je een woord? Ja, oké. Oké. 6 letters. Een trein. Weet ik veel. Een rups. Wat? Een rups, dat heeft 4 letters. Ja, maar het lijkt toch op een... Dat is geen rups, ik weet niet... Wat is dit dan? Dit is een voertuig! Lichten, nee. Je moet kijken naar dit hier. Hè? Huh? Huh? Een het zakje! Is... Het is een... Nee! Het is een onderdeel. Je hebt het als 3, je hebt er 3, maar je kan er ook 2 hebben in een auto. Moet je dat tekenen, bro? Wat zeg jij? Je hebt er 3, maar je kan er ook 2 hebben. Kijk die tekening! Wat is dit? Ja, zonder dit hier kan je niets rijden. Hè? Oh, wat? Raymond heeft hem bijna. Doe normaal! Ja, maar ik kan dat toch niet tekenen? Hoe kan je dat tekenen? Echt waar? ED? Ik weet echt niet wat het is, hoor. Wat? Hoe heb je hem? Ja, slim nadenken. Een auto heeft het, een fiets heeft het. En je kan niet zonder, anders ga je niet vooruit. Pendalen! Ik ben te laat! Ik ben te laat, nee! Oké, ik doe jou na, Rijn. Ik doe jou na. Wacht, hier, daar komt hij. Ik kan echt niet tekenen. Ik maak een rode auto, jongens. Waarom niet? Dit wordt de auto. Dit is natuurlijk... Wat is dit voor tank? Maar nou, ik kan toch kijken. Nou, hij komt nog. De kloede komt nog. Ja. Oké, ja, dit is de auto. Ja? Ik kan nog wel een boom erbij tekenen. Weet je waarom niet? Zo op de... Misschien op! Oh, jawel, even een boom erbij tekenen. Kijk. Kijk, die kan ik zelf nog inkleuren. Kijk, een boom. Maar, hier zit zo'n dingetje zo. En dat is waar het om gaat. Oh. Dat is alles. Meer ga ik niet zeggen. Easy. Oh, Raymond heeft die. Ja, ik let's go, jongens. Dat is toch een mooie tekening? Bro. Ja, maar hoe moet je remscheef gaan tekenen? Nou, dat heb ik toch goed gedaan? Jullie hebben het gedaan, ik heb niks gezegd. Oké, Raymond heeft er nog één. Cool. Wow, 15 letters! Een vierkant. Nee, dit is heel easy. 15 letters? Kijk, het ziet er terreinwagen. Zo uit. Oh, dat wagen, laat maar. Oh, 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 hoe heet zo'n ding? Versnelling. Oh, ik typ het verkeerd. Oh, wacht, hier heb je dan achteruit. Wat? Weet ik voor wat er staat. Oh, ik heb hem! Let's go, ik was aan het typen voor mijn leven, jongen. Ik type het nog verkeerd ook. Kijk naar de letters bovenin, Rijn, dan weet je hem. Je zit in de buurt namelijk. Versnelling. Ja, ja. En dan versnellings, ja. Nee, niet raden. Want dan kan ik eerst... Nee, doen. Ja, ik... Denk ik... Rijn. Ryan, versnellings met iets erachter, met een A in het midden. Oh mijn god. Hij zit na te denken. Je hoort zijn hersenen kraken. Ja. Wat? Dat bestaat niet. Hoe noem je het bij jullie dan? Versnellingsbak. Ja! Nou, Raymond, je hebt gewonnen. Raymond heeft gewonnen. Ik wist niet dat dat Nederlands was. Let's go. Raymond heeft gewonnen. Lekker, man. Dierenwereld? Zullen we die doen? Ja, doe maar. Ja. Oké, let's go. 263 woorden zitten erin. Oh, Ryan moet weer beginnen. Oh, nee. Staan er dieren tussen, Ryan, of niet? Er staan dieren tussen. Het past bij mij. 8 letters. Oh. Oh. Ik had tijger. Ja, dat een lelijkheid. Dat voor mij. Een vogel. Vogeltje. Het zijn 8 letters. Lelijk. Eentje. Nee. Wat is dit? Wat is dit? Dit is net een horror game, ouwe. Wat is...
Wat denk je? Wat is het? Wat is het? Niet het opschrijven! Huis. Huis. Ja. Mus. Huis. Nee, Raymond, denk! Huislied? Wat? Wat is dit? Pedro? Dat is een vogel, een parkiet. Wat is het? Ik heb al... Nee. Ja, ik weet nog niet wat het is. Het is een vogeltje, maar wat is dit voor lelijk vogeltje? Nee, ik weet het niet hoor. Jongens, ik heb een verkeerde woord gedrukt. Wat dacht je dat het woord was? Wat dacht je dat het woord was? Een duif! Ik heb een verkeerde woord gedrukt. Ik kon goed niet. Rij, je hebt echt een verkeerde woord getekend. Raymond, jij bent. Raymond. Oh, die knetter, ik heb het warm. Oh, we kunnen dit echt niet te lang spelen hoor, dat is echt niet goed. Ik weet niet hoe dit beest zou betekenen, maar... Wat betekent deze? Een Minecraft koe? Wat is dit? Wat ben je aan het tekenen? Omhoofd! Een konijn! Wat is dit? Oh, wat is dit? Er zit een i in. Ik weet ook niet hoe ik dit teken. Wat is dit? Dit komt ook rechtstreeks uit een horror game hoor. Ja. Oh, die knetter. Er zit een i in. Ik wil een bonusletter, want ik weet het echt niet. Gaat hij de contouren tekenen? Gaat hij de contouren tekenen? Een C? Ja. Aan het beginletter. Ja. Oh ja, ik weet het. Hè? Huh? Ja, Raymond. Het lijkt er totaal niet op. Een cavia? Er stak een cavia in. Oké, deze is heel makkelijk, jongens. Oké, zijn jullie klaar voor? Nee. Oké, let op. Let op, hè? Ja? Klaar. Klaar. Wat is dit? Denk nou na. Nee, geen biefstuk. Nou, het is van biefstuk. Dat doe ik het wel op de goede manier. Moet ik helemaal... Oh, dankjewel. Ik was net maar aan het tekenen. Oh, jongens, ik heb het zo warm. Dit is echt niet normaal, hoor. Ik heb maar 6 trofeetjes. Ja, ik ook. Oh, dat staan we gelijk. Dus dan hebben we alle 3 6. Oké. 5 letters. Oké, een duif. Het zijn er 4, dat weet ik. 2. Is dit je tekening? Oh, let's go! Ik heb hem! Ik heb hem ook. Oh, ja. Ik was helemaal blij, Raymond. Het is alleen maar een 2 tegen. Ja, ik was helemaal blij dat ik hem zo snel had. Een 2. Ja, die was wel goed, man. Ja, eerlijk? Dat is de truc. Ja, die was goed. Ryan heeft het een keer goed gedaan. 8 letters. Olifant. Gaat hij weer met zijn vierkant. Groen. Een kikker. Wat? Wat teken jij? Oh. Hoe schrijf je dat ook alweer? Zo. Let's go! Kamelion. Let's go! Ik streef het eerst met een C. Ik weet ook niet hoe ik dit teken. Waarom begin je ook steeds met een vierkant? Wat is het? Oh ja, uit een langere bek. Oh. Ah nee. Een schildpad tegen mij. Wat is de voorkant? Dus wel... Wacht. Ik teken het helemaal fout. Denk ik. Ik moet het even anders tekenen. Nee, dit Raymond. Wat ben je aan het tekenen? Wat is dit? Oh jongens, Ryan, het begint met een K. Een kameel. Nee, een krokodil. Dat is toch geen krokodil. Dat is echt niet. Een verkeerde krokodil. Oh man, hier kan eigenlijk niet tekenen. Wacht. Dit dan? Ja, wacht. Ik teken eerst even zo. Nou, ik zal Ryan even nadoen zo. Oké, wacht. Het gaat hier om. Dan snap ik. Ja, ik pas niet meer op mijn beeld. Maar is die... Ja, ik heb helemaal getekend, maar het past er nu niet meer op. Wat is dit? Ah, dat past er niet meer. Wacht. Wat moet je ervan maken? Ik weet het niet meer. Waarom heeft die puntteden? Oké, wacht. We tekenen eerst... Ah, oh, dit gaat... Ah, oh, nee, kut. Kut. Hoe ga je terug? Nee.
Dit is het, de persoon. Wat teken je nou? Dit is de persoon! Ja, maar dit... Ben je nu jezelf aan het tekenen? Nee! Nee! Ik kan niet tekenen! Ah, oh, nee! Ja, dit gaan jullie niet raden. Ja, Rijeuten! Hè? Ik zag hier een klein beestje. Je zag, oh, hoe is dat beest ook alweer? Die tuft. Ik stop ermee. Nee, dat is het niet. Dat is toch ik dat stop beest. Met tekenen. Nee, ik geef het op. Ja, ik zweer het je. Nee. Rendier. Dit is toch geen rendier, bro? Ryan had hem, ouwe. Ik zag het helemaal, ja. Ik snap het. Ik snap hem. Ik snap dat jij snapte, Ryan. Holy shit. Oké, nog één ronde, jongens. De laatste. Ik heb een heel moeilijk iets gekozen. Ja, ik neem even een slokje cola. Ja, doe jij maar. Ik doe mijn best. Iets moeilijks. 5 woorden. Of 5 letters, sorry. Wacht hoor. Dat is nog niet helemaal wat nodig. Wow, nee. Dit... Zit hij net mij uit te lachen? Ik zie hem nu al, Ryan. Ik zie hem al. Een lama met dubbel AL, zoals in Fortnite. Is dit een Pokémon? Nou, Waarom staat hij me aan? Dit is een lama met een cowboy. Het begint met een E. E-moes. Een E. Ik weet het. Oh, ik was net eerder, Raymond. Ik was net eerder. Het begon met een E. Er wel op. Ja, ik zie het erin, Ryan. Daarom had ik hem ook. Ik zie het er echt in. Ja, deze is wel makkelijk. Makkelijk? Een hond. Kat. Een cirkel. Wat? Oh. Rijn heeft hem al bijna. Alleen een rondje. Hè? Hè? 3 letters? Een mier. Nee, dat is 4 letters. Nee, jongen. Huh? Dit is easy. Oh, ik dacht een rat. Nee, dat is helemaal niet easy. Hè? Dat gezichtje. Wat is dit? Een vis. Huh, waarom is vis bijna goed? Vis, pis. Ja, ik had ook vis. Ja, maar vis... Hè? Maar vis, nee, zegt hij dat het bijna goed is. Dat is heel easy, man. Ja, we moeten een bonusletter hebben. Nee, de letter komt zo meteen in beeld als we er niet dan kunnen... Maar het is een muis of zo. Nee. Maar een rat is het niet. Het is gewoon een kruising van een muis en een poes. 3 letters? Ja. Het begint met een V. Ja. Oh, dat is de verkeerde kleur. Fan, fing, fong, fuck. Hè? Dit is zo. Ik weet het echt niet. Nee, ik weet het echt niet. Het begint met een V. Hoe heb je hem? De laatste. Een vos. Ja. Een vos! Dat is toch niet grijs? Een vos is toch niet grijs? Oh mijn god, oh nee, jongen. Dat is een wolf. Een vos is toch rood of bruin? Of geel. Ja, ik dacht aan een wolf. Laatste woord van vandaag, jongens. Ik doe eerst even zo. Hoppatee. Laat me even denken. Want ik weet niet welke kleur ze zijn. Dat boeit verder ook niet. Oké, eerst is dit zo. Oké, dit, ja. Zo, ja. Dan wordt het dit zo. Met van die dingetjes zo. Wat is dit? Zo. Het evolueert, hè. En dan wordt het zo... Bro, dat ziet er niet uit, ja. Je was van bovenaf. Het van bovenaf. Het evolueert van die naar die. En je moet die eerste gokken. Oh ja, een Charmander. Snap je? Nee, het gaat van die naar die. En dan van die naar die. Ja. En dat is degene die je moet gokken. Het zit in het water. En daarom is het blauw. Hier zo, zeg maar, kan het ook op land. Vanaf hier. Dus daarom is dit nu bruin zo. Een capybara. Ja. Oké, wacht. Mag ik jullie een tip geven? Nee, ik mag geen tip geven. Oh, een tip? Oké. Zijn jullie klaar voor? Ja. Rabbit. Ze zijn alle twee aan het typen. Jullie hebben nog 10 seconden, jongens. Nee, schiet op! Huh? Nee, Raymond! Wat de? Nee! Nee, ik heb zo goed getekend! Ja, oh, Raymond heeft het nog! Raymond heeft het nog! Een kikkervisje! Ja, hoe moet ik... Ja, maar hoe moet ik dat tekenen, jongens? Ja, ze zijn toch niet groen? Ze zijn zwart! Jongen. Hey, je kan zeggen dat je ook wel gewonnen. Ja, dat is...